Paniek in de cryptomarkt, want Bitcoin is naar beneden toe gebroken. Voor iedereen die de market outlook niet heeft gekeken, is dit een hele grote verrassing. Wij gaan jullie vertellen wat de volgende stappen zijn, wat ik persoonlijk aan het doen ben en of ik weer ga instappen. Dus let's see what's next. Een hele goede morgen, middag of avond en welkom bij What's Next Crypto. Mijn naam is Patrick, inmiddels 5 jaar actief als trader in de cryptomarkt. En vandaag ben ik weer bij jullie met een nieuwe market outlook video. Welkom op dit kanaal als je nieuw bent. Welkom op dit kanaal als je recent toegevoegd bent. En welkom als je een oud lid bent en je kijkt al een tijdje naar dit kanaal. Ik hou van jullie allemaal evenveel. Misschien ietsje meer van de oude leden, maar ja, weet je, als ouder moet je ook niet alleen een keuze maken tussen al je kindjes. Dus ja. In elk geval, laten we beginnen met de market outlook. Allereerst hartstikke bedankt voor de support op de vorige video. Jullie hebben 325 likes of meer weten te verwezenlijken. Ik zal vandaag in de community tab een poll droppen. Dan kunnen jullie stemmen op je favoriete live sessie. En als jullie deze video weer 325 likes of meer geven, dan werken jullie gelijk weer aan het unlocken van nieuwe premium content. Dus druk op die duim omhoog als je dat jezelf of een ander cadeau wil doen. Nou, dan wil ik eventjes terugblikken op een comment van 5 dagen geleden. Middel Berghout vraagt graag eindelijk de crash. En ja, ik zal even de marktberichten een berichtje sturen. En de marktgoden hebben gereageerd. Dus alsjeblieft, Middel, hier is de crash uiteindelijk. En laten we nu gaan kijken hoe het eruit ziet. Ook eventjes terugblikken op gisteren. We hebben natuurlijk gisteren hadden we het over Cardano. En dat, ja, Cardano hoogstwaarschijnlijk zelden nieuws was. Het nieuws is nog niet uitgekomen, maar het was in elk geval geen goed moment om Cardano in te stappen. Dus ik ben blij dat hopelijk misschien een paar mensen voorbereid konden zijn op wat er kwam. Oké, dan gaan we even kijken naar de Bitcoin prijsactie. Want we hadden natuurlijk gekeken naar 18.626. We zeiden dan dat we daar eigenlijk naartoe aan het kijken waren. En dat kwam eigenlijk vanaf het punt hier zo. Hè. Dus we zeiden oké, hier doen we een stap terug. Hier gaan we weer serieus kijken naar longs. We hadden hier nog een kleine tussenstop. Weten jullie dat nog? En ja, uiteindelijk zagen we hier een reactie en vervolgens gingen we nu kijken naar 18.600. Dan wacht ik nu dus persoonlijk op een rejection op dit punt. Nou, hoe ziet dat er precies uit? Momenteel hebben we een soort rejection, namelijk we zien hier gewoon een hammer candle. Dat betekent eigenlijk dat je dus naar beneden aan het bewegen bent. Je komt in deze zone waar dus ja, inkoopdruk ligt en vervolgens kom je naar boven toe en dan heb je hier zo een hele mooie ja, hammer candle. Dus dan ga je naar boven toe, naar beneden toe en dan open je hier, sluit je hier en dat geeft eigenlijk die hammer candle aan. Dus de inkoopdruk is zodanig dat je niet op een lange termijn hier zo kan blijven en dus kan het een bullish signaal zijn. Maar wat ik persoonlijk zou willen zien is dat we nog eventjes een keer terugkomen hier zo, want we hebben nu een candlestick zonder wick aan de onderkant voor de mensen die langer kijken naar deze video's of recent hebben gekeken. Dit is een van de broodkruimels waar ik persoonlijk naar aan het kijken ben en ik zou dus eerst een movement willen zien richting 18.600. Het liefste deze low hier zo zou ik uitgenomen willen zien worden, dus dat we eventjes hier zo komen, dan eventjes cijfers bewegen en dan nog een keertje eronder komen. En dat is eigenlijk hetgene wat ik persoonlijk zou willen zien. Daar ben ik op aan het voorbereiden. Don't try to catch a falling knife, zoals ze dan zeggen. Probeer geen vallend mes op te vangen op het moment dat die downtrend daar is. En we zien nu heel duidelijk dat we consolidatie hadden. Nu een impuls naar beneden toe. En dan zouden we zo meteen dus weer vanuit deze zone een retracement kunnen maken naar boven toe. Maar dan willen we niet van tevoren gelijk in gaan stappen als hongerige Dagobert Dux. Maar gewoon rustig afwachten. Kijken wat deze prijsactie te bieden heeft. En dan pas instappen. Dus dat is mijn persoonlijke plan. 18.600 is dus het eerste level waar ik naar keek. Ik wil dus deze soort prijsactie wil ik zien hier zo. En vervolgens wil ik hier 17.600 anders opgezocht zien worden als we verder naar onder toe breken. Dan wil ik jullie eigenlijk een perspectief meegeven wat ik vandaag nog had. En dat perspectief dat gaat als volgt. Op het moment dat ik ging kijken naar wat wij persoonlijk doen, dus bij What's Next, wat wij persoonlijk doen, dan heb je natuurlijk een product wat je verkoopt. Maar eigenlijk is hetgene wat we verkopen is tijd. Want nou ja, als jij elke dag een uur investeert in bijvoorbeeld het bekijken van YouTube-video's en de cryptomarkt opzoeken, dan heb je, nou ja, laten we zeggen, 7 uur per week wat je eraan spendeert, 31 uur per maand. Als je minimumloon verdient, is dat 310 euro per maand, wat je dan zou spenderen aan tijd. Maar op het moment dat je dan gaat kijken naar de tijdsbesparing die je eventueel kan doen, dan ben je ineens in 15 minuten per dag ben je voorbereid. En dat was het perspectief wat ik kreeg. Maar dat ging verder, want eigenlijk is hetgene wat bijna iedereen verkoopt, is tijd.
als je erover nadenkt, toch? Want je kan bijvoorbeeld wel leren om zelf je gewassen te kweken en een boer te worden. Maar je kan ook een boer betalen om die gewassen voor jou te kweken. Vervolgens bespaar je jezelf de tijd. Kan jij je tijd uiteindelijk spenderen op een plek waar het meer waard is? Bijvoorbeeld, nou ja, minimumloon verdienen ergens. Dat zou al meer waardevol zijn dan, denk ik, je eigen gewassen proberen te kweken op kleine schaal. En vervolgens kan jij dus met die perspectieven, kan je dus ook kijken naar jezelf. Want hoe meer tijd jij bespaart voor mensen, hoe waardevoller jouw taak kan zijn, toch? En dan kun je het ook op deze manier bekijken. Als jij een hele goede salespersoon bent, dan heb jij misschien 5 jaar aan ervaring wat je iemand bespaart. Als je een hele goede trader bent, dan heb je misschien 3 jaar aan grinden in de markt wat je mensen bespaart. En op het moment dat jij dus kijkt naar jezelf en de waarde die jij kunt toevoegen aan de markt of aan jezelf, en je kijkt dus eens naar hoe je meer mensen meer tijd zou kunnen besparen, dan zou je nog wel eens door wat paradigma's heen kunnen breken en dus meer geld voor jezelf kunnen doen. Dus als je een ondernemer bent, bekijk het op die manier. Hoe kan ik meer tijd voor mensen besparen? En als je zelf werkzaam bent ergens, bekijk het dan ook op die manier. Hoe kan ik meer tijd voor anderen besparen? Bijvoorbeeld een werkgever. En op die manier kan je dus jezelf ontwikkelen. Dus zie het als het verkopen van tijd aan mensen en zorg ervoor dat je dus meer waarde kunt toevoegen. Dat is gewoon een perspectief waar ik vandaag mee zat en wat ik met jullie wilde delen. Dus ja, doe ermee wat je wilt en ik hoop dat je daar wat aan hebt. Eventjes terugblikken op de calls. We hadden natuurlijk maandag hadden we een enorm mooie dag gedraaid. We hadden, ik geloof, 32% in 1 dag gedraaid. Gisteren ging het een stukje slechter. Dus ja, ik hoop dat jullie kunnen inzien dat het leven van een trader af en toe gaat als een soort borderline patiënt die een bipolaire stoornis heeft, waar je op maandag 32% draait en dan op dinsdag gelijk weer een aantal losses pakt. Hoort er allemaal bij. Het gaat erom dat je het long term bekijkt. En, voor de mensen die net gejoined zijn, it's all part of the game. Je hoeft jezelf niet te stressen en als je maar gewoon gaat kijken naar je resultaten op lange termijn en niet op korte termijn. Oké, nou, dat is eigenlijk hetgene wat ik met jullie mee wilde geven. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Hartstikke bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie morgen weer. Ciao, ciao iedereen. Druk op die duim omhoog voor gratis content.